We gaan het hebben van de verlossers gekomen. Daar gaan we het vanmorgen over hebben. Kijk, dit is een ongelooflijk mooi feest. Pasen is eigenlijk ons, zo zeggen, het centrale punt van ons geloof is Pasen. Jezus is voor ons gestorven, hij is opgestaan uit de doden, hij heeft ons verlost. Maar zijn geboorte als een kind, als een babytje, om in deze wereld te komen voor ons te sterven, is echt een ongelooflijk wonder. Ja? En we gaan daar vanmorgen naar kijken. Soms is het mooi om het kerstverhaal weer een keertje te horen. En we gaan er samen over naar kijken. We gaan bepaalde punten aanhalen. Als jullie het blad hebben ontvangen, gaan we samen kijken naar deze echt ongelooflijk vreugdevolle gebeurtenis. Laten we samen even bidden. Heer Jezus, ik dank u voor deze dag. Ik dank u voor deze dienstdag voor de broers en zusters die konden komen. Ik bid voor hen die ziek zijn, en Bas en Melda, Vader God, en ook alle andere zieken, Heer Jezus. Ik bid dat u hen aanraakt, dat u hen geneest. Dat u genezende kracht door hun lichaam mag stromen. Ik denk ook aan Mina en Robert, Vader, dat u ook hen opricht, Vader. En ik dank u dat wij mogen weten dat wij bij u geborgen zijn. Dat wij alleen door uw kracht, Vader God, kunnen wij staan. En ik bid vooral in deze tijd, Vader God, dat u ons helpt om te staan in de rots die Jezus is. Zeker het woord van morgen, vragen in Jezus naam. We gaan kijken naar Lucas hoofdstuk 2. En ik zet die van de kant. En het gaat over de geboorte van Jezus. Natuurlijk, de andere evangeliën hebben dat ook. Behalve Johannes natuurlijk. In detail, een van de grootste details natuurlijk hebben we ook van Lucas. En er staat hier dat in de dagen van de... het schieden in die dagen dat de gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld geregistreerd moest worden. En de eerste schrijving vond plaats door de Cyrenius over Syrië, toen hij over Syrië straathouder was. En zij gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn onbetrouwde vrouw die zwanger was. En het schiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld worden dat zij baren zou. En zij baarde een eerstgeboren zoon, gewikkeld in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Het mooie van dit verhaal natuurlijk is... natuurlijk zien wij ook natuurlijk dat hij staat dat omdat hij moest terug naar Bethlehem gaan, want iedereen moest teruggaan naar de stad waar zij toe behoorden. En wat we vergeten in die tijd waren mensen van bepaalde steden, gingen van daaruit naar andere plaatsen. Maar we zien ook hier dat het gaat hier over natuurlijk, praat het over Jozef, maar Jozef was niet Jezus zijn vader uiteraard. Maar Maria moest ook ingeschreven worden. Maria was ook van het stam van Juda. Maria was degene die letterlijk afstamde van David. Jozef ook. Maar als zij dat niet was, was Jezus niet van het stam van David. Natuurlijk, als je kijkt naar die twee, in Matthäus, is er een genealogie van Jezus en in Lucas is er ook eentje, ja, maar als je er goed naar ze kijkt, eentje staat via Nathan, was een zoon van David, en die andere is via Shlomo, dat is Salomo in het Hebreeuws, ja, en die ene in, die vergeten, Jozef stamde af van Nathan, want Nathan was geen koning, Maria stamde af van Shlomo, oké, okay. Goed, nou,
Die omstandigheden van Jezus' geboorte waren heel erg slecht. Dat begrijpen jullie toch? Zelf in die tijd was het erg om in een grot geboren te worden. Want je moet niet vergeten, in die tijd, wat men vaak deed, is dat zij, er waren heel veel de grotten in die plaatsen enzovoort. En men holde die uit enzovoort, zodat ze die beesten, hun dieren daarin konden wegzetten. En Jezus komt natuurlijk daar aan met zijn, ik bedoel Maria en Jozef komen aan. De herberg was vol, want iedereen moest zich registreren, toch? En ze komen daar aan, er is geen plek. De mensen zeggen, oké, de enige plek waar je kan hebben is hier. En we sturen naar de grot met al de beesten die daarin waren. En waar moesten ze dan neerleggen? Ze had geen bed natuurlijk, geen kamer, dus met een voederbak genomen. Ze hebben wat stof erin genomen en het gezet en Jezus erin gewikkeld en zo. Dus de omstandigheden waren heel erg slecht. Dus onze geboorte, je moet ook niet vergeten, Jezus is niet in een huis geboren, in zijn eigen huis, want ze woonden in Nazareth. Hij is in een tijdelijke plaats, want wat is een herberg? Een tijdelijke plaats. Jezus is in een tijdelijke plaats geboren. En hij is nog, en daarna nog het ergste van, hij is in een tijdelijke plaats geboren, in een grot. Ja? Waarom zeg ik dit natuurlijk? Want dat was natuurlijk geen plaats in herberg, zoals ik zei. De koning der koningen, de god der goden, want er zijn geen andere goden uiteraard, behalve de goden die de mensen maken. Hij ging telkens weer lager, hij ging van een herberg naar een grot. Hij ging lager, ja? Dat waren mijn dierengoed. Dus Jezus kwam in deze wereld voor een hele korte tijd. In een hele nederige omgeving. Die les moet ons daarom niet ontgaan. Wij zijn ook hier voor een hele korte tijd. En wat wordt ons telkens weer opgelegd? Dat we nederig moeten zijn, toch? Dat is die les die we kunnen leren uit Jezus' geboorte. Die nederigheid en die tijdelijkheid, die moet echt in onze ziel zitten. We zijn hier maar voor een korte tijd. En hoe moeten wij leven? Zoals de koning der koning heeft geleefd. Voor een korte tijd in een nederige plaats. Dus Jezus, sorry. De Heer weet natuurlijk heel erg goed dat wij als mensen niet op een laagstaandige plaats gehuisvest willen worden of gekleed of gevoed willen worden. We willen altijd het beste van onze kinderen voor onszelf hebben. Ja? En we moeten ook zien natuurlijk dat in deze wereld de armen zijn, hoezeer de armen zijn geneigd om de rijken te benijden hoe de rijken neerkijken op de armen enzovoort. Maar God wil ons één ding laten zien. Wat hij ons wil laten zien, is dat in deze wereld, hoe hij zo nederig is geweest om als koning te komen en zo te leven, is dat ook niet belangrijk voor ons om dat ook in onze ziel te hebben? Vooral daar wij door de Heer zijn, de Heer in ons leven. Dus als wij kunnen zien en door geloof kunnen zien hoe de Zoon van God mens is geworden, in een voederbak heeft gelegen, dan moeten we echt naar onze eigen ijdelheid en eigen houding kijken, waar of niet. Dat is echt iets wat ik heel belangrijk vond toen ik dit allemaal voorbereidde. En echt aan van dacht, ja, maar die omstandigheden van zijn geboorte moeten ons ook wat leren. Want we kijken natuurlijk ook kindje, herberg, grot, voederbak, maar wat ligt er eigenlijk achter? Dat is waar wij naar moeten kijken. Dat is waar wij aan moeten denken. Ja? Dat is het beeld waar wij naar moeten kijken. Nou, het volgende punt is die herders en de engelen. En we hebben dat allemaal gelezen vanaf vers 8. Er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van de Heer verscheen om hen heen en ze waren zeer bevreesd.
En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u een grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is de Christus, de Heer. En dit zal uw teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld, liggen in een kribbe. Nou, ik kan me best wel voorstellen dat die engelen daar zo komen. En hij gaat, de engel van de Heer gaat naar die herders. En hij vertelt hem dit verhaal. En hij zegt: oké, de Christus is geboren, de Messias is geboren in de stad van David. Want ze allemaal weten dat hij eigenlijk letterlijk afstamt van David. En dan zeggen ze: oké, waar gaan we hem vinden? Toch? Oh, hij is daar in dat ene kasteel. Nee, je gaat hem vinden in de grot. Dat moet wel interessant voor die herders zijn geweest. Oké, maar engel van God komt om ons naar ons toe te vertellen dat de Zoon van God in een grot is geboren. Ja, ik benadruk een punt, maar ik wil dat echt dat tot ons doordringt wat er eigenlijk hier allemaal aan het gebeuren is. En plotseling, vers 13, was er een engel, was er bij de engelen menigte van de hemelse legermacht, dus een ontzettend groot legermacht van engelen verscheen, die God loofden en zei: glorie zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde onder de mensen met wie hij tevreden is. Of en wie hij zijn welbehagen heeft, of in wie hij voldaan is. En het geschiedde toen de engelen heen gegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij naar Bethlehem gaan en het woord zien dat er geschied is, dat de Heer ons bekend heeft gemaakt. En ze gingen met haast en vonden Jozef, Maria en Jozef en een kindje liggende in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En alle die het hoorden verwonderden zich over de herders die tegen hem gezegd werden. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde het in haar hart. De herders keerden terug en ze beheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals dat hun gesproken was. Nou, wat die engelen eigenlijk uitroepen is heel erg kort. Oké? Is heel erg kort. Maar je moet niet vergeten, iemand heeft eens gezegd, ik zal dat even weglaten. Het belangrijkste hiervan is dat je heel veel kan zeggen met heel weinig woorden. Het hangt ervan af, waar heb je het, wat wil je eigenlijk zeggen? Nou, wat die engelen hier hebben gezegd, ten eerste, dit is geen kerstgroet. Wij gebruiken dit als een kerstgroet, dat is een prachtig kerstgroet. Dit is geen kerstgroet, dit is een oproep tot actie. Dit is een oproep tot actie. Glorie zij God in de hoogste hemelen. Dat is wat wij moeten doen. God, glorie geven in de hoogste hemelen. En vrede op aarde onder mensen met wie hij tevreden is. En met wie hij voldaan is. Mensen die doen wat hij zegt. Toch? De vrede van God kan pas over ons komen als wij leven naar Gods woord. Jezus heeft gezegd: mijn vrede geef ik niet zoals de wereld die geeft, of die heeft, of die zou willen geven, maar mijn vrede geef ik. En zoals er ook staat in Filippenzen, vrede die alle verstand te boven gaat, als we op God vertrouwen. Dus dat is wat deze oproep ons hier geeft. Zeg: glorie zij God in de hoogste hemelen. Loof God in de hoogste hemelen. En als wij God loven op de hoogste hemelen en doen wat hij ons opdracht, wij aan zijn onze geboden behoren, dan geboden houden, dan zijn wij echt kinderen van God. En dan komt er dat vrede op aarde, kan alleen maar komen als er vrede in onze harten zijn. Waar of niet? Dan pas kan het komen. En die vrede in onze harten kan alleen maar komen als we ons houden aan Gods woord, aan die waarheid. En dat is wat deze oproep die dag heeft gedaan. En dat, deze oproep, ik weet dat we lezen het in principe bijna elke keer op kerst, maar dit is eigenlijk iets dat we elke zondag zouden moeten lezen. Dit is een oproep voor elke zondag. En in principe, als je goed nagaat, is de kerk niet alleen op zondag. Kerk moet in principe elke dag zijn. Oké? We kunnen niet altijd samenkomen, maar we kunnen altijd samenkomen met de Heilige Geest.
samenkomen met de Heer en hem glorie geven in de hoogste hemel. En met die vrede bidden in onze harten, zodat we Jezus kunnen uitdragen. Zodat dat kindje dat in de stal geboren was, dat de mensen hem kunnen zien voor wie hij is. Wat ik zo mooi vind van dit verhaal, is de manier waarop God komt. Hebben jullie gemerkt, elke keer als God ons benadert, hoe benadert hij ons? Dat is een mooi voorbeeld in het verhaal van Samuel, in Samuel 3, vers 1 tot en met 10, toen Samuel nog een kind was. En u kent allemaal het verhaal hoe zijn moeder hem had opgedragen aan de Heer, heeft gebracht naar de tempel. In principe, Hanna kon geen kinderen krijgen, ze heeft ervoor gebeden, God heeft haar een kind gegeven. Ze zegt, het eerste kind geef ik aan de Heer. Ze heeft haar eerste kind geofferd aan de Heer. Dat hij zijn hele leven de Heer zou dienen, dat heeft Samuel ook gedaan. Hij was echt een machtig man van God. En het is verteld hier, in de jonge Samuel diende voor het aanzicht van de Heer onder Eli, en in die dagen was het woord van de Heer zeldzaam. Er waren niet veel visioenen. Op een dag kwam Eli, wiens ogen zo zwak werden dat hij nauwelijks kon zien. Dat Eli was natuurlijk de hoogpriester, onder wie die eigenlijk Samuel, zullen we zeggen, opleiden en zou moeten leren over dingen van de Heer. En er staat hier, de lamp van God was nog niet gedoofd en Samuel lag in het huis van de Heer waar de ark van God was. Toen riep de Heer Samuel, Samuel antwoordde, hier ben ik. Je herinnert wat dat was toch? Wat zei hij? Hineni. Weet je wat Hineni betekent toch? Hier ben ik, klaar en gewillig om alles te doen wat hij van mij vraagt. En dan staat hier dat hij rende naar Eli en hij zegt, dus hij rende naar Eli, zie je, gehoorzaamheid. Hij rende en zei, hier ben ik. U riep mij. En Eli zei, ik heb u niet geroepen. Ga terug en ga liggen. Dus ging hij liggen. Opnieuw riep de Heer, Samuel. Samuel stond op en ging naar Eli en zei, hier ben ik. U riep mij. Mijn zoon zei, Eli, ik heb u niet geroepen. Ga terug en ga liggen. Samuel nu kende de Heer nog niet. Het woord van de Heer was nog niet aan hem geopenbaard. De derde keer riep de Heer Samuel. Samuel zat op en ging naar Eli en zei, hier ben ik, u riep mij. Toen realiseerde Eli zich dat de Heer de jongen riep. En Eli zei tegen Samuel, ga liggen. En als hij u roept, zeg dan, spreek Heer, want uw dienaar luistert. Samuel ging dus op zijn plaats liggen. De Heer kwam en bleef daar staan. En riep zoals andere keren, Samuel, Samuel. Toen zei de Samuel, spreek hier, want u hoort. Dat is eigenlijk wat de Samuel die naar hoort, die luistert. Maar zie je hoe de Heer ons benadert? Ja, komt niet met een storm binnen. Want het volgende verhaal is ook zo'n prachtig verhaal. 1 Koningen 19. En daar staat er, het is het verhaal van Elia. Elia was gevlucht voor Isabel, die hem bedreigd had. En hij ging ergens naar, hij is toen gevlucht. En hij kwam in een plek en het woord, en staat hier in vers 9, en het woord van de Heer kwam tot hem en zei, wat doet u hier, Elia? En hij antwoordde, ik ben zeer ijverig geweest voor de Heer, de God Almachtige. De Israëlieten hebben uw verbond verworpen, uw altaar afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. Ik ben de enige die nog over is en nu proberen ze mij ook te vermoorden. En de Heer zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heer, want de Heer gaat aan u voorbij. Toen scheurde een grote en machtige wind de bergen uiteen en verbrijzelde de rotsen voor de Heer. Maar de Heer was niet in de wind. Na de wind kwam er een aardbeving, maar de Heer was niet in de aardbeving. Na de aardbeving kwam er een vuur, maar de Heer was niet in het vuur. En na het vuur klonk er een, en dit is letterlijk wat er staat, een kleine, tedere, stille stem. Dat is letterlijk het Hebreeuws woord. Een tedere, stille stem. Toen Elia het hoorde, trok hij zijn mantel over zijn gezicht, ging naar buiten en ging bij de ingang van de grot staan. Toen zei de stem tegen hem, wat doet u hier, Elia? Een tedere, stille stem. Zie, wanneer God is almachtig,
Er kwam een krachtige wind, het verbrijzelde de rotsen. Een wind verbrijzelde de rotsen. Een aardbeving verbrijzelde de rotsen. Een vuur verteerde alles om zich heen. Maar hoe benadert God zijn dienaren? Een tedere, stille stem. Hoe kwam Jezus deze wereld binnen? Met een tedere, stille houding. Want Jezus zegt toch in Matthäus 11, vers 29 en 30. Neem mijn juk op u en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En wat staat er? U zult rust vinden voor uw zielen. Vrede vinden voor onze zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hij draagt ons. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zo is hij binnengekomen en zo is hij eruit gegaan. Zo is hij gestorven. Zachtmoedig en nederig. Openbaringen 3 vers 19 leert ons dat ook, benadrukt het nogmaals. Hij zegt hier ook toen hij tegen Johannes. Hen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees daarom ijverig en bekeert u zich. En zie, ik sta aan de deur en ik klop. En die, wie dan ook, mijn stem zal horen en de deur open, dan zal ik bij hem binnenkomen en met hem eten en hij met mij. Hij staat aan de deur en klopt. We hebben het vaker gezegd. Jezus stormt niet binnen. Toch? We hebben het toch gezien? Die ontzettende wind die de rotsen verbrijzelt, dat is niet hoe God binnenkomt. Die ontzettende aardbeving, dat is niet hoe God binnenkomt. De verschrikkelijk verterende vuur, dat is niet hoe hij binnenkomt. Wat doet hij? Als jij open doet, komt hij binnen. Ja, hij lag in die grot. Iedereen kon naar hem toe gaan. Toch? Iedereen. En trouwens, het is tamelijk interessant. Jezus, de engelen zijn niet verschenen aan de machthebbers. De engelen zijn niet verschenen aan de farizeeërs en de schriftgeleerden. Die zeiden dat ze allemaal voor God spraken. Hij is niet verschenen aan de priesters en de hoge priesters. Hij is verschenen aan herders. Dat was een tamelijk lage baan in die tijd. Ja? Waarom? Want die begrepen beter dan wie dan ook niet wat het inhoudt. De taak die Jezus over te doen, want de opperherder was gekomen. De herders werden verwittigd dat de opperherder was gekomen. Zeg, ik sta aan de deur en ik klop. Een maaltijd delen stelt een verbond vast. Dat is vooral in het verleden, toch? Ik had net met mijn zus vanmorgen over. Het woord compagnon, toch? Dat is de persoon met wie je omgaat, toch? Waarmee je samen gaat doen. Compagnon betekent letterlijk degene waarmee ik eet. Pan is het woord voor brood, toch? Compagnon, waarmee ik eet. In die tijd, hebben jullie toch gelezen in het Oude Testament, elke keer als ze een verdrag sloten, aten ze. Staat ook in de oudste enzovoort van Israël. Na het verbod was gesloten, zaten en ze aten. Staat in Exodus. Dat deed mij elke keer weer. Trouwens, als je iets leuks wilt doen, toch met een vriend of een vriendin of enzovoort, dan zeg je toch, hey, zullen we samen lekker gaan eten, toch? Ja. Ja, gelijk heb je zus, ja. Dat doe je toch? Op kerstfeest ga je toch niet zeggen van, lekker televisie gaan zitten kijken of een... Of gaan bowlen of zo, nee, laten we gaan eten. Of trouwens, wat ik meestal zeg is, laten we eerst gaan eten, dan gaan we bowlen. Ja, toch? Kijk, is het een leuke film? Laten we een leuke film kijken, maar ik ga eerst eten. Toch? We doen alle, want dat eten brengt toch gezamenlijk je babbelt, je praat en zo. Het is een manier om echt samen te komen. En daarom, dus het huidige broederschap, het broederschap die wij hebben, is... Ik zou vooraf schaduwen kunnen zijn van de verwachte Messiaanse feestmaal. Van het feestmaal van de Messias. Toch? Als je kijkt naar Jesaja 25 vers 6 staat er. Op deze berg zal de Heer de Heerscharen voor alle volken een feest van rijk voedsel maken. Een feest van goed gerijpte wijn. Van rijk voedsel vol merg
en van oude wijn goed verfijnd. In die tijd natuurlijk, als je merk gaat, dat was het rijkste, dat vonden mensen heel erg lekker. Openbaringen 19 vers 9 zeggen, de engel zei tegen mij, schrijf dit op. Gezegend zij die zijn uitgenodigd voor het feestmaal van het lam. En hij voegde eraan toe, dit zijn de ware woorden van God. Samen eten met de Heer. En hij klopt, open doen. Hij komt binnen, hij wil met je eten en babbelen en praten. Toch? We zien ook de gevolgen ook hierna, de dingen die hierna gebeurden. Dat ken ik allemaal, het verhaal van Anna en Simeon. Ik ben nog steeds in Lucas 2 hoor. 2 vers 22 zeggen, die dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem, sorry, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer voor te stellen. Dus dat moest met alle kinderen gedaan, alle jongens gedaan worden, alle kinderen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heer, tenminste alle jongens. Geschreven, alle wet van de Heer, al wat mannelijk is van de moederschoot open, zal heilig voor de Heer genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat er gezegd is in de wet van de Heer, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. Oké, dat natuurlijk, mensen die rijken waren, offerden een stier of een schaap. Maar het wijst hier aan dat Jozef en Maria nog niet echt vermogend waren, want de mensen die minst bedeeld waren, zullen we zeggen, financiën enzovoort, die konden niet veel veroorloven, dan mochten ze duiven brengen. En hier was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was. De man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Messias van de Heer zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel, toen de ouders van het kind Jezus binnenbrachten om hem te doen volgens de wet, naar de gewoonte van de wet. Hij ontving hem in zijn armen, zegende God en zei, laat u nu, Heer, uw dienstknecht heen gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw redding gezien, die u bereid heeft voor de ogen van alle volken. Een licht tot openbaring van de heidenen en glorie voor uw volk Israël. Prachtig woord. En we zien ook hier in vers 36, ook Anna was er, een profetes, de dochter van Fanuel uit de stam Asher. En zij was op hoge leeftijd gekomen nadat zij haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd had. En zij was een weduwe van ongeveer 84, die de tempel niet verliet en met bidden en vasten God dag en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en loofde de Heer en sprak met hem tot allen die verwachtend waren op de verlossing van Jeruzalem. Dus er waren veel andere mensen daar ook die wachten op de Messias. Want zij ging, ze sprak over hem, over Jezus, die ze net had ontmoet, als babytje bij zijn ouders, tot allen die wachtende waren op de verlossing van Jeruzalem, van Jeruzalem. Dit is ook een belangrijk punt. Het waren allemaal mensen die wachten, ja? En de Heer heeft het beloofd dat het zou gebeuren. Zij wachten. Hij zegt, hij komt. We hebben het de laatste 2 weken daarover gehad, toch? Afgelopen weken, die belofte die God heeft gemaakt. En hoe de Heer is en hoe het allemaal vervuld is. Wij moeten wachten op de Heer. Net zoals zij al die tijd wachten, want ze waren onder het juk van de Romeinen. Ze waren onder het juk zelf ook van hun eigen leiders. Ze werden onderdrukt, het arme volk. Dat zei Jezus zelf ook. Ze waren net als schapen die zonder herder waren, ze rondliepen. Ze werd niet voor hen gezorgd. Daarom trokken ze allemaal zomaar naar Jezus, want hij zorgde voor ze. En wij hebben datzelfde ook. Wij moeten ook nog wachten op de Heer. Hij komt. Volgende week ga ik praten over de toekomst en alles wat dat inhoudt. De preek heet de toekomst. Want de toekomst is nu.
Ja? Al die dingen die aan het gebeuren zijn. We zien dat in deze wereld langzaam maar zeker, en het gaat versnellen over de komende tijd, uit elkaar valt. Maar wij moeten wachten op de Heer. Psalm 27 vers 14 zegt, wacht op de Heer, wees moedig. Hij zal uw hart kracht geven. En ik zeg, wacht op de Heer. Wees moedig, zegt hij. Wacht op de Heer, wees moedig. Hij zal uw hart kracht geven tegen al die dingen die op ons afkomen. Hij zal ons kracht geven. Want hij komt. Psalm 130 vers 65 zegt, ik wacht op de Heer, mijn ziel wacht. En op zijn woord hoop ik. Mijn ziel wacht op de Heer. Ja, meer dan wachters op de ochtend. Meer dan wachters op de ochtend. Oké, voor ons klinkt dat misschien niet echt belangrijk. Maar in die tijd natuurlijk waren er geen lichten. Er was geen straatlichten en die soort dingen. En een stad natuurlijk sloot hun poort 's avonds. En dan stonden die wachters op de muur. Ja. En geen volle maan was of zo voor, dan kon je echt niet veel zien. Dus het eerste, wat is, wil de wachter het meest? Dat het ochtend wordt. Maar dan is al die bedreiging weg. Ja. Dus dat is wat dit betekent. Mijn ziel wacht op de Heer. Zelfs meer dan wachters op de ochtend wachten. Of naar uitkijken. Jesaja 30 vers 18 zegt, daarom zal de Heer wachten, zodat hij genadig mogen zijn en daarom zal hij verhoogd worden, zodat hij uw compassie toont. Want de Heer is een God van gerechtigheid, gezegend zijn allen die op hem wachten. Gezegend zijn allen die op hem wachten. Jesaja 64 vers 4 zegt, want sinds het begin van de tijd hebben mensen niet gehoord of waargenomen met het oor. Nog heeft het oog enig andere God gezien dan u. Die handelt voor degene die op hem wacht. Hij handelt voor hem als hij op wachten. Klaaglieden 3 vers 24 zegt, mijn ziel zegt de Heer, mijn deel is de Heer. Daarom zal ik op hem hopen. Wacht op hem. En Micha 7 is een van mijn lievelingsversen. Daarom zal ik, Micha 7 vers 7, daarom zal ik uitzien naar de Heer. Ik zal wachten op de God van mijn redding. Mijn God zal mij horen. Hij zegt niet, ik hoop dat hij hoort. Hij zegt niet, ik hoop dat het allemaal goed komt. Hij zegt, mijn God zal mij horen. Ik zal uitzien, ik blijf uitkijken naar de Heer. Ik wacht op de Heer. Maar hij zegt niet gewoon, ik wacht op de Heer. Hij zegt, ik zal wachten op de God van mijn redding. Wanneer Jezus terugkomt, dat is onze redding ook weer. Verlossing van deze wereld. Habakkuk 2 vers 3 zegt, want het visioen is nog voor een vastgestelde tijd, dus moet nog komen. Maar aan het einde zal het spreken en het zal niet liegen. Hoewel het uitblijft, wacht erop. Omdat het zeker zal komen, het zal niet uitblijven. Habakkuk 2 vers 3. Het is vastgesteld voor een vaste tijd. Het zal niet liegen. Het komt. Het blijft uit. Het blijft uit. Maar hij zegt, hoewel het uitblijft, wacht erop. Het zal zeker komen. Het zal niet uitblijven. Titus 2 vers 11 en 14, tot en met 14 lijst ons daarop op. Want de genade van God die redding brengt, is aan alle mensen verschenen. Het leert ons dat wij door goddeloosheid en wereldse lusten in de huidige tijd moeten afwijzen. Nuchter, rechtvaardig en godvrezend moeten leven. Uitzien, zie, net zoals Habakkuk zei, we moeten uitkijken, of zoals Micha zei, we moeten uitkijken. Uitzien naar de gezegende hoop en de glorieuze verschijning van onze grote God en redder Jezus Christus, die zichzelf voor ons heeft gegeven. Opdat hij ons zal verlossen van alle wetloosheid en voor zichzelf zijn eigen speciale volk zal reinigen, die ijverig zijn voor goede werken. Spreek voor zichzelf, toch?
Die tekst, prachtige tekst. Deze tekst spreekt ook voor zichzelf. Leert ons ook weer wachten. Leert ons ook weer uitzien naar de Heer. Romeinen 8, vers 22 tot 27. Want wij weten dat de gehele schepping tot nu toe samen kermt, kreunt, als samenzijde in barensnood. Niet alleen zo, maar ook wij zelf, die de eerste vruchten van de geest hebben. Zelfs wij zelf zuchten in onszelf, verlangend, wachtend op de goddelijke adoptie als zonen, de verlossing van ons lichaam. We willen naar huis. Toch? Een paar mensen knikken, we willen naar huis. In deze hoop zijn wij gered. In deze hoop zijn wij gered, dat wij de goddelijke adoptie als zonen zullen krijgen, de verlossing van ons lichaam zullen krijgen. In deze hoop zijn wij gered, vers 24. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoopt men nog op wat men ziet? Maar als wij hopen op wat wij niet zien, wachten wij er geduldig op. Vers 25. Evenzo, nu sluit de geest zich aan om ons te helpen in onze zwakheden. Want wij weten niet om welke dingen wij zouden moeten bidden, zoals het hoort. Maar de geest zelf doet voorbeden voor ons met verzuchtingen die niet kunnen worden geuit. Wel nu, hij die de harten doorzoekt, weet wat de zin van de geest is, omdat hij voorbeden doet voor de heilige volgens de wil van God. Prachtige tekst. Ongelooflijk mooie tekst. We zijn gered in die hoop dat de Heer gauw voor ons komt. Jezus komt telkens weer. Natuurlijk, hij is gekomen als een kind. Toen we onze leven aan de Heer gaven, wat heeft hij gedaan? Hij is in onze harten gekomen, toch? En daar wil hij blijven. Wacht op de Heer. Zijn verlosser is gekomen. Het woord is verlosser. Die verlosser waarop wij wachten. Ja. Is goel in het Hebreeuws. Dus in de Hebreeuwse Bijbel, in de Hebreeuwse traditie, in de Rabijnse traditie, is het een persoon die als naaste verwant van een ander is belast met de plicht om de rechten van de ander te herstellen en zijn fouten goed te maken. Dat is wat die losser doet. En een van de taken van de goel, van de verlosser, was het verlossen, letterlijk betekent terugkopen, van een familielid dat als slaaf was verkocht. Dat is een goel. Jezus is onze goel. Hij heeft ons vrijgekocht, want wij waren als slaven verkocht. We hebben ons als slaaf gegeven aan de vijand. Aan de zonde. En Jezus, onze goel, heeft ons verlost. Dat is wat hij doet. Dus dat was de taak van een van de hoofdtaken van de goel. Terugkopen van mijn familie dat de slaaf was verkocht. Jesaja 47 vers 4 zegt dat. Wat onze verlossen betreft, Yahweh, de Heerschouw is zijn naam, de Heilige van Israël. Psalm 19 vers 14. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart aangenaam zijn in uw ogen. Heer, mijn rots en mijn verlosser. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart aangenaam zijn in uw ogen. Het is niet alleen wat je zegt. Het is wat je denkt, waarom je het doet. Dus je kan heel prachtige mooie dingen doen. En mensen zeggen, gaan zeggen van, oh geweldig christen en zovoort. Maar wat zegt God? Ga weg van mij. Waarom? Omdat die mensen het voor zichzelf deden. Ze deden het echt niet voor de Heer. Daarom zegt ga weg van mij. Maar Heer, in uw naam hebben wij doden opgeruimd. In uw naam hebben we dit en dat. En zegt ga weg van mij. Je hebt het niet voor mij gedaan. Je hebt mijn naam gebruikt om dat te kunnen doen. Isaiah 48, 17 zegt,
Zo zegt Yahweh, uw verlosser, de heilige van Israël. Ik ben Yahweh, uw God, die u leert wat het beste voor u is. Die u leidt op de weg die u moet gaan. Maar Psalm 19, vers 14. Dat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart aangenaam zijn. De overdenking van mijn hart. Ik heb ook een hele mooie tekst uit Job. Dus hij zegt hier aan Julia, Goali Chai. Ik weet dat mijn verlosser leeft en dat hij uiteindelijk op de aarde zal staan. Hij komt terug. Ik weet dat mijn verlosser leeft, Goali Chai. En dat hij uiteindelijk op de aarde zal staan. Ik weet het. Hij zegt twee dingen hier. Ik weet dat mijn verlosser leeft en ik weet dat hij terugkomt. Daarop hoop ik. Daarop kijk ik naar uit. Daar zie ik naar uit. En onze laatste tekst roept ons ook hiertoe op. Bewaak uzelf in de liefde van God, terwijl u wacht op de genade van onze Heer Jezus Christus, om u het eeuwig leven te brengen. Vader, ik dank u voor uw woord vanmorgen. Ik dank u voor uw komst. Ik dank u voor uw komst in onze harten, in onze gedachten, in onze motivatie waarom wij doen wat wij doen. Dat het u mag grootmaken, dat u mag verheerlijken, dat het u in onze harten mag sterken en dat die vrede die u bent, die vrede die u geeft, dat in onze harten mag zijn. Want als die vrede in onze harten is, en in de harten van de mensen van deze wereld, zullen we al deze situaties niet hebben. Want u bent de koning van deze wereld. U bent de Heer der Heren. U bent de God der Goden. U bent de koning der koningen. Ik dank u, Vader God, voor alles wat u voor ons gedaan heeft. En wij zegenen u. Wij hebben u lief, Heer Jezus. En ik zegen ook ieder hier vanmorgen die dit woord hoort. In de wonderbare naam van Jezus Christus. Dank u wel. Moet u gaan staan voor het zegen. Koning van God, de Heer, zegen u en behoed u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. In de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Indien dit woord tot uw hart gesproken heeft en u de zekerheid wilt ontvangen dat u gered bent en dat u het eeuwig leven in Christus Jezus heeft, dan wil ik u uitnodigen om uw hart en uw leven aan de Heer Jezus te geven en hem te aanvaarden als uw redder en uw verlosser. Dat kunt u nou doen door samen met mij het zondagsgebed te bidden. Zegt u mij na. Heer Jezus, ik dank u voor wat u voor mij gedaan heeft aan het kruis. Ik dank u dat u voor mijn zonde gestorven bent, zodat ik het eeuwig leven met u mag verkrijgen. Ik belijd al mijn zonden en ik vraag u mij die te vergeven. Ik wil graag een kind van u worden. En ik nodig u uit om in mijn hart te komen wonen. Ik neem u aan als mijn persoonlijke redder en verlosser. In Jezus' naam vraag ik u dit. Amen. Ik heet u welkom in het Koninkrijk van God.
U bent nou een kind van God geworden. En u heeft nou het eeuwige leven in Jezus Christus. Amen. Wilt u meer te weten komen over onze Heer Jezus Christus en zijn liefde voor u, neemt dan alsjeblieft contact met ons op. U kunt dit doen door naar onze website te gaan en daar een boodschap achter te laten. Dat is pinkstergemeentedewijnrand.com. En wij nemen dan zo gauw mogelijk contact met u op. U kunt natuurlijk hier ook uw gebedsverzoeken achterlaten. God zegen u.